Het geluid staat uit. Ik had zo'n mooi verhaaltje. Oh, wat stom. Nou, luister, ik moest net dus, dat was ik ook aan het vertellen. Ja, nu doet hij het wel. We hebben nog een beetje vertraging, want ik zie nu allemaal geen geluid. Maar goed, hier ben ik dan. Ik denk dat zo meteen, de vertraging is meestal een half minuutje. Dus ik denk dat jullie mij nu wel weer horen. Ja, gaan we weer. Kijk, het kan nooit in een keer gewoon lekker allemaal goed gaan. Nou, ik was dus aan het vertellen dat ik net naar boven moest, omdat ik nog naadbad moest pakken. En dat ik dan weer als een, als een olifant naar boven kuier. En hierboven precies liggen alle dozen en bakken met naadband en verstevigingen, noem alles maar op. Heel netjes gesorteerd. Maar goed, als jullie mij ook een beetje kennen, dan is dat sorteren maar van korte duur. En dan gaat die bak weer daar naartoe en die daar naartoe. Dus ik dacht, laat ik mijn geluid maar even uitstaan. Want er komt meestal wel een beetje getier en gevloek bij. Dus vandaar de mute. Ja, nu moet ik oppassen wat ik zeg, want nu horen jullie inderdaad alles. Nee, wat ik eigenlijk gewoon van begin af aan het vertellen was, wat jullie nu allemaal hebben gemist, wat ik gewoon nog een keer ga vertellen, is dat ik een nieuwe vriendin heb, namelijk mijn Bellina B480. En je kan dus heel veel met zo'n machine. Eigenlijk alles. Maar ik ga vandaag wel even vertellen wat ik er vandaag wel mee ga doen. En wat je er nog meer mee kan. Maar wat ik er nu niet mee kan doen. Omdat we natuurlijk ook een beetje haast hebben. Want we willen vanavond allemaal die jurk in de kledingkast. Nou, je hebt dus superveel goede steken. Je kan dus de randjes netjes afwerken. Ook wel een beetje jaloers dus. Of nee, jaloers. Wat jaloersmakend is voor jullie. Is dat dus deze machine een supergroot spoelhuis heeft. Kan ik wel eventjes eruit halen. Hoop ik dat ik hem ook weer goed terug in doe. Want het is toch altijd maar eventjes een nieuwe machine. Kijk. Oh, ik ga hem even wat langer maken. Dit spoelhuis is dus echt... Ja, jullie zien het zo al vanaf daar. Dat is gigantisch. En dat wil natuurlijk... Dat is helemaal top. Dus dat wilde ik nog even vertellen aan jullie. Ja, hij zit erin. Ja hoor. En ik ga hem dus gewoon met een zigzagsteek afwerken. Je hebt ook een elastische steek. Je hebt nog heel veel andere steken op deze machine. Die komen vast en zeker ooit nog een keer aan bod. Wanneer we net even wat extra tijd hebben. Het fijne, dat wou ik nog vertellen aan deze machine. En daarbij, dat is dus jaloers maakt voor jullie. Naast dat dat spoeltje natuurlijk heel groot is. Waardoor je niet elke keer weer op hoeft te winden. Maar ik ga het even vertellen. Oh, als het goed is geluid er wel. Toch? Ja, ik denk het wel. Nou, even test. Maar het hele toffe is dus aan dit verhaal. Nu ben ik helemaal kwijt wat ik wou zeggen. Oh ja, je hoeft niet eens op je gaspedaal te drukken om gas te geven. Je hebt dus ook hier zo'n snelheidsknop op zitten. En die snelheidsknop die geeft dus helemaal aan hoe hard je gaat. Dus hoeveel gas je geeft. En je hebt dus een automatisch stikknopje. Nou, dat is natuurlijk helemaal top. En ik kan me dus ook goed voorstellen dat je misschien, weet ik veel wat, zwakke knieën hebt. Of je hebt pijn in je been. Of noem maar op, er is iets. Het kan zijn dat je niet allemaal helemaal supermobiel bent. En dan denk ik van, nou, zo'n machine moet je natuurlijk hebben. Want als jij je benen niet hoeft te gebruiken, is het natuurlijk een heel stuk ontspannender naar je. Nou, dat komt allemaal nog een keer aan bod. Ja, ik sta dus wel, mijn geluid is op de vaste verbinding als het goed is. Dus anders zou ik, blijf ik even hangen. Als ik blijf hangen bij iemand, dan adviseer ik om gewoon eventjes opnieuw, zeg maar, te refreshen. Nou, ik hoop dat mijn vriendin en ik het vandaag goed gaan vinden. Het kan natuurlijk altijd een keertje fout gaan. Ik heb nog niet superveel op de machine geleid, want we hebben hem nog maar pas gekregen. Maar... aldoende leert men, denk ik dan. Superleuk trouwens. We hebben een hele cursus gehad van de dames van Bellina. Hele gezellige meiden, ook lekker uit het zuiden. En ik ga ondertussen trouwens alle knipjes alvast zetten. Dan weten jullie dat. Dus alle knipjes op het volband. Maar die kwamen dus heel die machine uitleggen. Ja, helemaal top. Heel gezellig. En wat ging ik zeggen? Oh ja, dat ze hier uit de buurt kwamen. Net om de hoek. Dus
Hartstikke leuk. Dit moet helemaal dus gerimpeld worden. Oh, en voor dit trouwens, ik adviseer je, hou de patronen even bij elkaar. Want ja, ik heb altijd een handje van om ze op de grond te gooien. Maar het zou ik nu dus even nog niet doen, want wij gaan hem nog nodig hebben. Om gewoon even alles duidelijk te lezen. Nou, ik had ook nog een heel mooi speldoosje gekregen. Oh, van de ladies from Bernina. Kijk, helemaal bepakt en bezakt ging ik weer terug naar huis. Nou, ja, dit is top. Dit is een kleermakerschaartje. Ik ga hem even nog bij doen. En ja, je hebt die dus ook gewoon bij de fourniturenwinkel. Ik heb dit dus ooit gekocht bij oma Ali op AliExpress. Ik dacht, ik heb kat in de zak gekocht. Want na maanden en maanden ging je er overheen. Nou ja, totdat mijn moeder opeens zei, Lotte, er is een pakketje voor jou. Dus ik dacht, oh ja, gaan we weer. Waren het dus die schaartjes. Die kwamen 4 maanden later binnen. Maar je hebt ze ook gewoon bij de fourniturenwinkel. Maar ik wilde ze graag dus helemaal in het zwart. Vond ik mooi. Dus toen ben ik gaan zoeken. Oh, wat een goeie. Oh, wat slim, Suzanne. Om die stekjes mee te knippen. Ja, ik doe mijn stekjes altijd knippen met een... of niet eens knippen. Die snij ik met een mes af, ja. Het groeit allemaal net onkruid bij ons. Het is niet te doen. De aloe vera van ons krijgt al voor de 3e keer kindjes of de 4e keer. Ja, en weet je wat? Op een gegeven moment moet je dat gewoon maar laten zitten. Want oh, het is 1 grote jungle. Dat zeggen vrienden ook altijd als ze bij ons komen. Het is hier net een jungle. Maar ja, maakt niet uit. Het figuurnaadje. Ik ga eventjes op overschakelen. Ja hoor. We schakelen even over op deze. Oh, gaat dit goed? Ja, het gaat goed. Yes. Je gaat dus die figuurnaadjes eventjes stikken. Even mijn bordje weg. En wat je dus doet, is je trekt hem open. Dus die speldjes zitten er nog in. Tadaa. En dan is het natuurlijk een kwestie van, hop, de goede kanten op elkaar leggen. Dit is het uiteinde van de figuurnaad. Dan hebben wij nog het begin van de figuurnaad. Die geven we natuurlijk ook even aan. En dan in het midden nog eentje. Hopzatee. Dat is 1. En nu de andere. En nu zie je ook wat voor een dun stofje ik wel niet gebruik. Zo. Begin.
En het eind. En dan in het midden nog een keer. En dan ga je natuurlijk van het begin tot het eind een stiksel geven. Wat ik doe is ik geef de figuurnaad geen zigzagsteek. Die geef ik een elastische steek. En dat wil zeggen dat hij een paar keer naar voren gaat en naar achter. En dit doe ik bewust zodat er wel rek op die steek kan komen. Maar vervolgens dus niet dus het stiksel kan breken. Zo. Het voetje naar beneden. Nou, en gas geven. Ik mocht niet te veel gas geven, want dan ging het fout. Ik stik vandaag ook expres met een lichtgare. Niet denken, oh wat zonde. Maar dat doen we natuurlijk bewust, zodat jullie het beter kunnen zien. Hij gaat hem een beetje opeten. Ik heb mijn draadje niet goed ingekregen, zie ik nou. Of mijn spoeltjes op, één van de twee. Zo. En langs de bovenkant ga ik nog een keertje. Kijk, dit is natuurlijk altijd, wat ik net ook zei, oefening, baardkunst. En wat bij Benina, bij deze machine is, je moet hem dus echt goed inrijgen, want anders, ja dat is logisch natuurlijk, dan werkt het niet zoals het uiteindelijk hoort te werken. Zet ze even. Nog een centimetertje. We gaan er gewoon weer door. Ja hoor. En ik had natuurlijk... Ik hoor zo'n geluid op de achtergrond. Ik had natuurlijk een trucje, die wil ik nog vaak even delen. Ik maak gebruik van een dunnere tricot. Nu kun je natuurlijk van alles doen met je machine. Je kan bijvoorbeeld de draadspanning of de persdruk... kun je dus natuurlijk veranderen. En wat wil dat zeggen? Dat is de druk waarmee de voet dus op jouw naaiwerkje. De druk die de voet op jouw naaiwerkje uitoefent. En hoe minder druk bij een rekbare stof, hoe beter het is. Want die druk die perst natuurlijk die stof uit elkaar. En omdat die al rekbaar is, gaat het een heel stuk makkelijker. En vandaar dat het goed is om de persdruk dan net iets lager te zetten. En bij het einde ga je er rustig af. Hecht je eventjes af. Nou, dat gaat bij mijn nieuwe vriendin ook allemaal automatisch.
En op een gegeven moment zeg je knip. Nou, dan ben je klaar. Hoppa. En ik heb er nu net eens een stukje papier onder gedaan. En dit heb ik bewust gedaan. Ja, Suzanne heeft gelijk. Ik heb net dus een elastische steek gedaan, maar ook met een zigzag, een flauwe elastische zigzagsteek. Ik heb gewoon het foute knopje aangedrukt. Ik adviseer als beginner, kijk, bij zo'n figuurnaadje is het altijd lastig, maar als beginner zou ik altijd inderdaad wel kiezen voor een flauwe zigzag. Puur en alleen omdat dat vele malen makkelijker eruit te halen is. Want zo'n elastische steek, ja, die gaat natuurlijk 20 keer heen en terug, voor en achter, noem maar op. Dat is natuurlijk overdreven, maar het is net wat makkelijker om dan een flauwe zigzag te gebruiken, omdat je dan gewoon weet, oké, dit is, hij gaat gewoon maar één keer, elke keer. En hij behoudt wel de rek. Ik ga nu een beetje spelen met mijn steeklengte. Ja, het fijne hierbij is dat het gewoon draaiknoppen zijn. En dat ik op een schermpje kan zien hoe dat uiteindelijk dan eruit ziet. Hoe mijn steek eruit gaat zien. Knip ik weer met het schaartje alles af. Nou, ik heb dus nu mijn linker voorpand en mijn rechter voorpand gestikt. En wat ik nu ga doen, dus wat ik altijd zeg, sorry, is ik ga eerst mijn panden compleet maken. Ik heb dus mijn figuurnaden erin gestikt. Helemaal top. En dan ga ik dus even mijn achterpand voorbereiden. Zodat dat ook helemaal klaar is. Want een goede voorbereiding scheelt natuurlijk de helft van het werk. Voorpand is dus helemaal klaar. Op naar het achterpand. En dan gaan we even schakelen van de camera. Nu heb ik dus... Ik dacht, ik heb een strijkijzer niet nodig. Dus ik heb er geen water bij gedaan. Ik hoop dat hij überhaupt aangaat. Ik moet wel even een stekkertje in. Maar de knop gaat in ieder geval aan. En het leuke aan dit model is, het is echt, echt een toppertje. Want ik vind het echt een kledingstuk wat er gelijk heel goed en ook wel wat moeilijker uitziet. Terwijl eigenlijk de basis niet eens zo super moeilijk is. Ja, stap voor stap neem ik jullie natuurlijk helemaal mee. Maar ik ga eerst eventjes op de knipjes zetten. Achterpand mouw 2. Dan zien jullie hier eentje. Ik weet niet of jullie dat zien. Nee, natuurlijk niet. Zo. Even kijken of ik nog een beetje kan uitzoomen. Nee, gaat niet. Ik moet gewoon verpassen. Hier nog een knipje. Alle knipjes, ja, die zorgen er allemaal voor dat alles straks mooi als je aansluit. En ik doe altijd een knipje bij de zomer. Het wordt een beetje onhandig knippen met het strijkijzer bij de vingers. Zo, spel eraf. En als tip wil ik je meegeven, kijk goed wat de verkeerde kant is en de goede kant van de stof. Of de goede, moet ik zeggen. Maar aan de andere kant, ik ben in Brabant, dus dan mag ik goede zeggen.
Want we gaan namelijk het naadband op de verkeerde kant van de stof strijken. Nou, dat is voor mij, dat zie ik al vrij snel. Opzet 1. De verkeerde kant ligt nu boven. Zo. Dit is de neklijn voor de mensen. Als je even denkt van, hoe heeft ze het nou weer weggelegd? En ik heb hier naadband. Je hebt heel veel verschillende soorten naadband. Dit is dus naadband met zo'n bandje erin. En dat bandje zorgt er dus voor dat hij sowieso niet uitrekt op die naad. Over dat bandje moet je er straks ook gaan stikken. Dus zorg dat dat bandje op 1 centimeter ligt. Je hebt dat even af. Nou, kijk eventjes waarop je gaat strijken. Kijk, dit plankje is voor mij altijd een beetje een rotzooitje. Echt, dit plankje gebruik ik echt alleen om te naaien. Dus, ik stoom, maar dat mag natuurlijk niet. Ik werk heel onhandig nu, maar ik denk dat jullie het zo wel het beste zien. Je strijkt dus zonder stoom het naadband vast op het band. Met dat buintje op de plek waar je straks gaat stikken. Nou, dat is 1. En op naar nummer 2. En dit zorgt er dus voor dat je naad niet gaat lubberen. En waarom zou je naad nou überhaupt gaan lubberen? Je werkt natuurlijk met een rekbare stof. En wanneer iets rekt en je gaat het stikken, is de kans gewoon gigantisch groot dat het uitrekt. Denk bijvoorbeeld aan wanneer je rok gaat stikken en de zijnaad is schuin van draad. Nou, laat je rok maar eens een dag hangen. En dan kun je heel goed zien wat er eigenlijk allemaal wel niet gebeurt. Want op die schuin van draad zit zoveel rek. Dat vervolgens je hele zoom ongelijk gaat zijn. Nou, hier zijn we weer. Ik check even. We hebben dus... Oh, hij zegt ook hals naar de A, dat we die ook even moeten doen. Nou, laten we dat dan maar doen. Sorry, heel slecht van me, had ik niet eens gezien. We hebben het achterpand dus gedaan en nu gaan we gewoon de hals naar de A doen. Hop, weer de camera opnieuw. Strijkijzer weer aanzetten. Gaat lekker in. Is natuurlijk een halsnaad A. Dat is 1. Het is het makkelijkste om het eigenlijk te sturen met je punt. Dus je kunt kiezen om het van tevoren al te knippen, maar je kunt ook zeggen, nou weet je wat, ik stuur het tijdens het opstrijken van. En dat je het band aan het einde er even afknipt.
En dat je dan zegt, nou ik ga, oh, ik ga er nog een keer met de bout op. Dan hebben we natuurlijk nog het voorpand. En we kunnen nu door die figuurnaad al heel makkelijk zien wat de verkeerde kant van de stof is. En hij zegt dus ook die hals naar de A. En nu staat het niet heel duidelijk of we ook het hoekje om moeten. Maar waarschijnlijk niet. Zo. Het is natuurlijk bewust hè, dat bandje daar. Simpelweg om gewoon dat kraagje heel mooi te laten vormen daar. Eén. Kijk goed, weer aan de verkeerde kant van de stof. Zijn we weer hoor. Nou, we moeten dus als eerst die midden achter op elkaar gaan stikken. En daarom zei ik al, hou je patroon erbij. Want dan zie je gewoon de midden achter ziet er nu net iets anders uit. Die zit namelijk hier. En met dat patroon, en natuurlijk dat het aangeduid is, is het allemaal gewoon net wat makkelijker om het te stikken. Je stikt dus dat kleine stukje van ja, 6, 7 centimeter bij wijze van een stukje op elkaar. En laten we er gewoon maar van uitgaan dat we alles met die flauwe zigzagsteek of die stretchsteek stikken. Ben je beginner? Pak dan gewoon een flauwe zigzag. Want anders wordt het zo ontzettend lastig om het eruit te krijgen wanneer het gewoon net fout gaat. Kijk even wat ik doe. Het is het korte stukje. Midden achter, goede kanten op elkaar. Wat je dus aan elkaar stikt. Zo. Kijk altijd even naar hoeveel naad je het hebt gegeven. Ik heb het dus 1 centimeter naad gegeven. Simpelweg omdat ik... Ik moet even goed opletten bij het begin natuurlijk altijd. Dat de stof niet meegetrokken wordt in het spoelhuis. En het gaat helemaal super. Mocht je nou altijd twijfelen over de maat, dan kun je zeggen van... Hey, ik neem net nog even wat extra natoeslag, zodat je zeker weet dat het past. Zo. Nou, middenachter is gestikt. De kop is eraf. Nu gaan we dus de hele voorrand al stikken. En dan denk je misschien, oh jeetje, hoe, waarom nu al? Nou, dat is simpelweg omdat het nu het makkelijkste is om alles mooi te verwerken. We hebben natuurlijk 1,5 centimeter natoegifte gegeven aan die voorrand. En die voorrand die loopt nu dus helemaal zo voor achter het nekje langs.
Ik ga het gewoon even het hoekje omstrijken. Omdat dat net wat makkelijker zichtbaar is voor jullie. Het is niet wat makkelijker werkbaar voor mij, kan ik je vertellen. Ik strijk hem dus op 1,5 centimeter om. Oh. Even mijn naadband verstoppen zodat hij overal aan vast moet strijken. Hier heb ik natuurlijk geen verzekerde delen, dus als ik wil kan ik hier gewoon stoom gebruiken. Kom nu bij het verstevigde bandje. Ik hou even de rekening mee. Nou, ik heb een heel goede reden eigenlijk waarom het naadbandje altijd voor het stikken moet. Dat is namelijk omdat tijdens het werken de stof al uitrekt. Tijdens het werken is gewoon, ja, dat is ook logisch, want je trekt eraan, het hangt naast je machine. Het, nou ja, doet eigenlijk van alles. En je moet dat zo snel mogelijk fixeren. Vandaar dat het ook altijd eigenlijk de eerste stap is, wanneer je iets gaat stikken, dat naadbandje strijken. Het is super belangrijk om echt te zorgen dat er geen rek meer in zit. Misschien zijn er mensen die fan zijn van draperen. Als je bijvoorbeeld een hele mooie rok drapeert of zo. Oh, vindt Siri ook. Nou, Siri. Dan zie je ook vaak als je dus een rok aan het draperen of moeleren bent. Ik noem het even moeleren, zo is mij namelijk. Dat woord is mij zo ook aangelegd. Is trouwens, komt van het Franse woord moulage af. Moulage is natuurlijk draperen. Maar als je dat dus doet, dan moet je bij ook altijd een bandje bij de taille doen. Want ook de taille is schuin van draad en kan dus erg uitrekken. En zeker bij een moulage is het natuurlijk super belangrijk dat alle afmetingen echt identiek gelijk blijven. Want anders heb je natuurlijk niet meer die maatkleding. Nou, Siri is of al mijn telefoon. Dus dan praat ik en dan hoort hij iets over draperie en dan begint hij daar iets over te zeggen en dan denk ik nee Siri. Sst. Dus dan, oh kijk, nou zelfs als ik mijn telefoon op vliegtuigstand heb staan, dan is hij nog tegen mij aan het praten. Oh. Nou, dat stiksel, dat kun je nu dus stikken met een dubbel stiksel. Of een tweelingnaald, heb je natuurlijk ook. Sommige mensen hebben een coverlock. Ik heb het nu dus super strak gestreken, waardoor ik het eigenlijk niet meer hoef te spelden. Nou, wil jij toch even spelden, dan kan dat natuurlijk ook gewoon. Een dubbelstiksel of een tweelingnaald. Een stiksel iets groter. Je hebt een heel mooi tweelingnaald, een tweelingnaald naald. Moet je machine wel altijd iets anders gaan instellen. Maar dan heb je dus gelijk twee stiksels in één keer.
hij zegt nog even, Lot, rij niet zo hard. Elke keer als ik te hard op het gaspedaal druk, gaat er iets niet goed. Maar ik denk haast zeker te weten dat mijn spoeltje aan het einde is. En dat is hij ook. Ik zou nog heel eventjes mee moeten kunnen doen. Ik check het nog een keertje. Hopsatee. Dat is een goede vraag, Sylvia. Of je ook strijkt als je een overlock hebt. Is een beetje afhankelijk van je voetje. Sommige overlocks hebben namelijk zo'n voetje dat die helemaal... Dat die helemaal netjes afgewerkt wordt. Ik denk dat je tijdens het strijken... Soms zeg ik nee... Bij sommige zoompjes. Maar ik denk dat je tijdens het strijken juist wel. Zeker als je nog niet zo ervaren bent. Kun je wel gewoon die natoeslag controleren. Dus dan weet je zeker ten alle tijde. Oh ja, klopt. Ik heb overal exact 1 of 2 centimeter natoegifte gegeven. Natuurlijk afhankelijk van. Oh, dat zit weer. Ik ga niet lekker hier hoor. Afhankelijk van wat je uiteindelijk. Natuurlijk als zoon gaat gebruiken. Ik ga eventjes mijn spoeltje mooi opbinden. Heel slecht voorbereid, zeggen jullie niet. En terecht. Een hulpdraad stikken kan natuurlijk ook. Hulpdraadjes, altijd een goede uitkomst. Nou, hop. Die ga ik even afknippen. Dit is ook zo top. Ik kan precies zien hoe je erop moet. Want aan de ene kant doet hij het wel. En aan de andere kant doet hij het gewoon niet.
een hele goede uitleg gekregen van die lieve Bellina mevrouw. Kijk, zo gaat hij als een stekker. Dit is natuurlijk nu die extra grote spoel, wat helemaal top is. Kijk. Hij is goed genoeg opgewonden voor mij. Ver genoeg, moet ik zeggen. Blijf mooi hangen. Nou. Die weer netjes in. 1. Rechts. Ervan. Ondertussen hoop ik dat jullie gewoon lekker doorgaan met jullie dubbele stiksel. Misschien gebruik je wel een tweelingnaald. Nou, dan heb je nu even lekker extra tijd natuurlijk om die in te stellen. En nu komt natuurlijk het moment van het proeflapje. Altijd goed. Gebruik je proeflapje om te kijken of alles goed is ingeregen. Stik ook lang genoeg even door. Zo. Hoe gaan jullie? Ik pak eventjes een boekje erbij. Want het gaat niet zo soepel bij mij. Kijk, en dat is het grote voordeel. Ik ga het gelijk eventjes aan jullie laten zien. Oh, ik weet niet. Jullie zien het een beetje zo goed, denk ik. Het is altijd super belangrijk natuurlijk om alles goed door te lezen. Er zit ook alles in. Dat is wel super fijn. Ook over die tweelingnaald. Dat je zegt van nou, hoe die machine dan ingeregen moet worden. Nou, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Dat wil ik ook even aan jullie laten zien.
Ik hoop dat het bij jullie allemaal lukt. Dat tweeling na het stiksel. Ik moet heel eventjes naar de wc. Dus ik... sorry, ik kan niet meer ophouden. Dus ik zou zeggen, ga alvast dat tweelingnaaldstikseltje helemaal zetten. Ik ben zo terug. En dan ben ik er weer. Nou, ik ben er weer hoor, geen paniek. Nou, Pep. Ja, mis je je paf niet? Dat is een goede vraag. Nou ja, ik heb net nog even de machine opnieuw ingekregen. En het zal vast aan mij liggen. Maar goed, we moeten door, denk ik dan maar.
Dus ik ga mijn vriendin er weer bij halen. Het is ook wel een beetje slut. Het is wel heel vervelend dit. Maar ja. Het is nu eenmaal zo. Jullie gaan de grote boxverhuizing even missen. Dus sorry. Ja, Suzanne. Nou, het ding is, ik heb al met deze machine gewerkt. En de vorige keer, nu heb ik er over iets uitgevoerd. Een stekker uitgevoerd. Oh ja, ik heb een goede eruit getrokken. Je weet het niet mooi. Nou, vind ik heel leuk. Maria heeft een goede plan B. Ja, maar ik wou nog wel even zeggen, het ligt niet... Kijk, het is een super goede machine die we hebben gehad. Maar op een of andere manier, ik heb dit zelf, dat heb ik al een paar weken geleden ook gehad. Toen we opnames voor de Knip Academy aan het maken waren. En toen heeft die super lieve vrouw van Bernina heeft mij echt heel goed geholpen. En ben ik super dankbaar voor. Dus ik dacht, nou, de volgende keer komen we er wel uit. Want ik denk altijd heel optimistisch na. Over van alles en nog wat. Maar ja, nu staan we hier. En nu ga ik gewoon aan die mevrouw vragen of ze nog eens een keertje langskomt. Ze woont nog maar 20 minuutjes van mij vandaan. Dus ik voel even gewoon een gezellige meet and greet aankomen. En dat is leuk, want dan kan ik natuurlijk nog even extra dingetje leren. Ho. Nou. Up and running, zeggen we dan maar. Maar, dat wou ik zeggen, de Academy gaat heel goed. Ik ben in ieder geval echt super enthousiast. En we gaan dus binnenkort ook hele leuke samenwerkingen aan. Oh, hoor je het? Hij is wakker, hij is wakker. Maar we gaan binnenkort hele leuke samenwerkingen aan, ook met andere mensen. En we gaan, ja, het is super leuk. We zijn ook heel druk bezig met nieuwe cursussen. Oh ja, ik moet nog even die lieve mevrouw van Bernina appen dat ik issues heb. Oh, nou. Hou ze zo klaar met werken, joh. Dat maakt niet uit. Die stuur ik straks gewoon lekker een appje. Of die bel ik morgen gewoon een keertje. Nou, hier zijn we weer. Up and running. Oud en vertrouwd. Heel vervelend. Maar, ja, kijk, gaat goed. We zijn er weer. Ik hoop dat deze mij ook niet in de steek laat. Hopstee. Ik ga gewoon even enkel stikseltje doen. Want jullie zitten allemaal op mij te wachten. Oh, wat erg zeg. Nou, ik kan straks eerst nog even 20 minuten eruit knippen. Die fout gingen. En het is gewoon gewenning, hè. Nou ja, het grote verschil is dus ook, het is niet dat de ene machine beter is dan de andere, helemaal niet zelfs. Maar het is natuurlijk wel dat je de ene machine net wat beter gewend bent dan de ander. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk iets. Hier staat dus mijn persdruk te hoog. Dat zie ik gelijk. Heel lager zetten. En dat zie je dus ook doordat je stiksel uitblubbert tijdens het stikken. Oh, Suzanne, wat een goede iets. Wat een goed... Dat vind ik leuk. Nou ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Maar wat wel goed is om te weten is... Ik ga nu even hardop nadenken. Het is een rok die in je taille zit.
Maar je kunt hem ook vast en zeker nog een stukje hoger doen. En hem gewoon onder de buste. Ligt er natuurlijk aan hoe ver je zwanger bent, hè. Maar ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik zit even. Ja, ik denk wel dat het kan. Hou wel even rekening mee. Je moet hem dan sowieso langs boven aantrekken. En waar ik je ook nog even op wil attenderen, is dat je wel even moet checken of alles. Ja, of het elastiek niet te strak gaat zitten. Want ik kan me voorstellen, er staat al heel veel druk op je buik. En dan ook nog eens zo'n elastiek. Dus ja. Leuk! Oh, en als hij af is, die cirkelrok, laat je hem dan zien. Want dat is. Ik ging als een malle tekeer. Sorry. Ik denk dat het vandaag gewoon prijs is met alle machines bij mij. Maar als hij af is, ik ben wel benieuwd hoe dat uitziet. Als je, hoe die op een zwangere gang staat. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dus ik ben benieuwd. Nou, hè, we kunnen door. We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door. Nou, dat zoompje zit in die voorhand. Hopsatee. En. We gaan door naar stap. Lang. Leg de voorpanden van de goede kanten naar boven. Leg het rechter voorpand op het linker voorpand met de naden C op elkaar en rijg ze vast. Nou, hele mond vol. Geen paniek. Daar gaan we. Want eigenlijk is het heel simpel wat ze zeggen. Leg dus. Let niet op dat ik maar één stiksel heb, hè, maar we hebben hier natuurlijk probleempjes gehad. Dit is natuurlijk zo, het is afgewerkt. Wat ze nu zeggen is, dat moet je eigenlijk wel onthouden. Ik ga het even op tafel doen. Net even wat meer ruimte. Zo, kijk. En waar je altijd aan moet denken is dat rechts over links gaat. De sluiting. Zo. Rechts gaat over links. Dan pakken we even dat patroondeeltje er weer bij. En dit is dus die naad C, hè? Dit is C. Dat kun je ook altijd lezen op die gebruiksaanwijzing. En wat we er dus straks gaan doen, is we gaan dit heel mooi naar elkaar toe rippelen. Maar we gaan eerst eens even die naadjes op elkaar leggen. En je kunt ze dus vast rijgen of vast spelden. Hou er wel rekening mee. Ik hoop dat je het een beetje goed ziet. Dat dus het uiteinde van die naad ook het begin is. Zeg maar, dus dat zien. Zo speelt. Schrijf die onderhanden op elkaar. Nou, dat hebben we dus ook heel mooi gedaan. Check. Je kan het even met een grove steek vastzetten. Dat ga ik ook doen. Ik heb namelijk een hekel aan rijgen. Dat weten de meesten van jullie al. Dus ik ga het met een grove steek doen. En dan doe ik het ook gelijk. Zonder het afknippen of aanhechten of noem maar op.
zodat ik gelijk die rimpeldraden heb. Zo. Oh, sorry, jullie kijken naar een lege ding. Hier ben ik weer. Ja, dus wat ze nu doen, eigenlijk ook, zijn eigenlijk de twee volgende stappen. Ik heb dit nu gespeld. Je laat een groot stuk van je boven- en je onderdraad liggen. En wat je doet, is je gaat dus op 0,7 centimeter eventjes een rimpeldraad zetten. En weer niet aan een afhechten, maar bij het einde erop trek je me gewoon onderuit op z'n teen. Nou, en dan heb je dus een rimpeldraadje. En dan zijn die panden gelijk op elkaar gestikt. Zet de bovenspanning van de machine iets losser. Nou, dat is dus waar we het over hebben. Dan krijg je dus die rimpeldraad. Dus, en dan hebben we hem dus op 0,7 gezet. En we gaan nog eentje ernaast stikken op 1,3. En wat er dan gebeurt zometeen is wanneer we daartussen stikken, dat het dus een heel mooi gerimpeld werkje wordt. Aan het einde trekken. En dan ga ik weer eventjes doen. Kijk. Wat je nu dus hebt, is je hebt je voorpand netjes gestikt. Het is uiteindelijk een exit. Zo. En wat we dus nu gaan doen, is we gaan dit rimpelen. Het zit er misschien zo een beetje. Ik kan hem best even omdraaien. Zo kijk ik ook gewoon goed naar. Dus dit is het gerimpelde. En wat zeggen ze dan ook? Schuif de stof over de draden tot wanneer dit stukje, in plaats van de hoeveelheid centimeter dat het nu is. Dus nu is het. Zonder naad moet je altijd rekenen. 17, dit moet dus naar 7,5. Dus laten we het gewoon even wegleggen. En het is heel simpel, je schuift dus zo. Hoppa. En je ziet nu dus ook gelijk dat het super mooi verdeeld wordt. Doordat je die twee rimpeldraden erin zet. Die 7,5 die reken je dus zonder die naad te geven. Kijk. Even een stukje. Ik denk dat ik er al ben namelijk. 7,5. Een klein stukje. En het grote voordeel hier dan aan is. Nou, ben je op 7,5. Hop. Even een knoopje erin. Dat is 1. En
met nog een knoopje. Nee, nee, dit doe je niet met een zigzagsteek. Dit doe je echt met een rechte steek. Kijk, en nu is het spantje dus 7,5 centimeter. En dan is het weer helemaal goed. Nou, de volgende stap is dus om met een dubbel stiksel of een tweelingnaald die zoom van 1 cm breed in de onderrand van lijn D te zetten. Of in de rand van lijn D. Sorry, ik zeg het fout. Ik ga je gewoon laten zien. Dit pandje hebben we dus even klaar, hè? Het voorpandje. Nu gaan we dus dat andere pand. En dat is dus pandje 2. En dat is dus ook gelijk die overslag als het ware. Oh. Kijk, hier is hij dan. Hier zie je ook... ik kan wel zeggen, gaat er iets fout? Dit is de recht van draad. En dit is dan ook het zijnaadje. En dit is een zijnaad, staat er ook zijnaad rechts. En deze gaan we dus omzomen. Met een dubbel stiksel. Met dezelfde reden eigenlijk waarom we dat voorpandje ook in het begin deden omzomen. Simpelweg omdat de volgorde dan net iets makkelijker is. Voordat je begint is het super belangrijk hier om alles goed aan te geven. We hebben hier namelijk een knipje voor de midden voor. En omdat die knipjes ook weer enorm belangrijk zijn, zijn we dus genoodzaakt het patroon bij de hand te houden. Daar hebben we nog een knipje. En hier bij die zijnaad hebben we dus ook nog wat knipjes. Dus laten we ze gewoon geven. Zo. Dus om. Die gaan we stikken met een dubbel stiksel of een tweelingnaald. Ik zet er even wat spelden in. Je kan ook weer strijken, net zoals ik net deed, voor een extra mooi zoompje. En onthoud even hoeveel natoegifte je hem in eerste instantie had gegeven. Had jij hem 2 centimeter gegeven, dan zorg dan ook dat het zoompje op 2 gaat zitten. Het zou zonde zijn namelijk als dat niet zo zou zijn. Het fijne wat ik nu dus heb gedaan is, ik heb tijdens het knippen mijn rechterrand, want dit was natuurlijk een rechte naad, heb ik dus aan de zelfkant gelegd. En van deze stof was de zelfkant geplakt. Nou, eigenlijk werkt dat dus helemaal top. Want nu rekt hij dus ook niet uit en hij krult niet raar. Daar heb ik altijd zo'n hekel aan en dat allemaal gaat krullen en alle kanten op gaat staan. Maar nu is dat dus gewoon gefixeerd. Nou, en dan gaat in dat randje een dubbel stiksel. Bakkie pit pakken.
Nou, die voorhand is afgewerkt en nu moeten we dus ook nog een stukje rimpelen. Ik check het even nog. Of we nog goed gaan. Knip de rechterzijnaad van voorpandhok 3 op het onderste steken E tot de patroonlijn in. Stik met een dubbelstiksel of een tweelingnaad een zoom van 1 cm breed vanaf het teken E in de rechterzijnaad. Oké. Dit is dus het naadje wat we net hebben gedaan. Hier hebben we dat knipje. En vanaf, ik moet het even goed voor de camera laten zien. Vanaf hier. Zien jullie het goed? Nee, nog niet. Vanaf hier is dus puntje E. Dat goed. Maar dan van het andere pad. Verder uitzoomen. Nou, je hebt hier dus het splitje. En wat ze nu ook zeggen, dit is natuurlijk voorpand 3. Dus dat we de rechterzijnaad van het voorpand 3 op het onderste teken E tot de patroonlijn in. Dus het onderste teken E, dat is hier. Die knippen we dus tot de patroonlijn in. En dat wil zeggen, nu kan dat namelijk nog extra goed, omdat hij erop ligt. Die knippen we dus echt helemaal tot 1 in. Dat doen we dan ook. Bij de rechter zijnaad. En hij zegt dat we dan met een dubbelstiksel of de tweelingnaad een zoom van 1 cm breed vanaf onder het teken E. Dus eigenlijk moet je gewoon heel rustig gaan lezen. We gaan die andere knipjes wel geven. Dus we hebben hier een knipje natuurlijk voor de middenvoor, want ook daar moet gerimpeld worden. Dus we knippen hem even rondom. Vandaar is het belangrijk dat je rechter- en linkerdelen knipt. Nou, en als we dat allemaal hebben, dan gaan we de stoffen weer afhalen. We gaan nu dus alleen die rechterrand vanaf dat splittekentje op 1 cm omslaan. Dus ik draai hem even om. En zo gaan we die dan ook vaststikken. Vanaf daar.
En kijk, die zie je dan ook heel duidelijk vanaf het splitje. Dus we gaan in die rand de zoom stikken. Weer met een dubbelstiksel of een tweelingnaald. Als je coverlock hebt, ja, dan is het natuurlijk helemaal top deze keer. Jullie zien mij niet. Weet je, ik vergeet de hele tijd om te zetten. En zo, kijk ook echt goed dat je tot dat ingeknipte stukje stikt, hè. Zo. En nu gaan we eigenlijk kiezen wat we net ook ongeveer gedaan hebben. Waar ben je? Hier. We hebben de rok. Hij is ontzettend groot, dus ik probeer het even zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen. Ik kan nog wel heel eventjes de camera iets hoger wegzetten. Ik doe mijn best. Zo. Maar een paar centimeter. Maar goed. Alle kleine beetjes helpen. Dit is dus het ene pand. En dit pand, dat zul je ongetwijfeld al wel gezien hebben. Nou, dat lijkt er toch wel een beetje op. Ik zei net al, rechts gaat over links. En ook hiervoor geldt dat. Je legt dus het ene pand op het andere pand. En wat je gaat doen, is je gaat dus... Hier heb je natuurlijk heel net je dubbelstiksel ingestikt. Je gaat dus even die bovenranden op elkaar spelden. Want je zag het vast al op je patroon. Ergens stond rimpelen. En klopt. Dan moet dus ook hier een stuk gerimpeld worden. Zodat de knipjes op elkaar aansluiten... Ik weet niet of het goed gaat, maar ik volg gewoon de gebruiksaanwijzing. Ik speld ook even aan de zijkant die naadjes op elkaar hier. Simpelweg zodat het allemaal een beetje stabiel ligt. Hier natuurlijk het splitje. Nou, wat we dus nu gaan doen is even naar het patroon kijken. En dan kun je precies zien waar er ergens rimpelen stond. En dat zie je ook goed. Dat is dus het
dit stuk. En wanneer je dus ook op je patroon kijkt, wat eigenlijk het fijne is, is dan zie je dus precies hetzelfde staan. Dat dit gerimpeld moet worden. Dat is namelijk die rode streep die erop staat. We gaan dus vanaf het knipje van midden voor tot aan dit stuk nu rimpelen. Dat doen we op dezelfde manier zoals we het net ook hebben gedaan. We gaan dus een rijkdraad zetten, dus niet aan- en afhechten. Zorg dat je aan het begin altijd een stuk draad hebt van zowel bovendraad als onderdraad. Dan zet je op 0,7 centimeter de stiksel en daarna op 1,3. Dus dat is eigenlijk wat je gaat doen. Ja. Ook hier heb ik nu niet veel spoel meer. Het gaat lekker niet. Nou. Vergeet je machine vooral niet weer op. Mocht je automatisch aan- en afhechten om hem daarvan af te zetten. En ik begin in dit geval even bij het knipje van de midden voor. Zodat ik. Zodat ik zeker weet dat ik niet te ver doorschiet. Draadjes eraf. Ik ga ze goed naar achter. En ik ga hiernaast nog een stikseltje geven. Sorry, we gaan even opnieuw. Ik leg het weer weg. Marlies, hier zijn we. Ik heb dus dat ene pand, die overslag, heb ik op het andere voorpand gelegd. Zo. En dit stukje heb ik nu dus gerimpeld. Ik ga het even zo laten zien. Dus je legt ze gewoon op elkaar. Vanaf dit hoekje liggen ze op elkaar. En dan dit stukje, dat rimpel je. Van het knipje van midden voor tot aan daar. En wat je dus zo meteen gaat zien, aangezien dit midden voor is, dan moet dus, als het ingerimpeld is, dit stukje, dan moet dit stuk even lang zijn als dit stukje. En nu zie je dus al dat dat nu in ieder geval nog niet het geval is. Maar we gaan natuurlijk net zo lang doorrimpelen tot dit wel het geval is. Ik leg er nog eens een knoopje in. Zo. En dan gaan we netjes de ruimte verdelen. En dan kun je heel makkelijk checken door het gewoon even dubbel te vouwen. Om te kijken, hey, komt het op elkaar? Nou, dat gebeurt. Dus nu weet ik, oké, dit heeft een goede afmeting. Je kunt altijd nog even in de teksten lezen, want daar staat waarschijnlijk ook tot hoeveel je het moet inrimpelen. Ja, tot 7,5 centimeter ook hier staat er. Maar je kunt het natuurlijk controleren met de linker en de rechterkant. Zo. Nou. Check, die zit. Nu denk ik dat het makkelijkste is. En dat we gewoon naar de volgende stap gaan. Stik de bovenrand C van het voorpand rok en de onderrand C van het voorpand op elkaar. De C en C moeten op elkaar.
eens zo wegleggen. En eigenlijk is het heel makkelijk, want je moet dus die flappen, die we dus al hebben afgewerkt, die overslag, die moeten dus mooi op elkaar aansluiten. Dus dat hou je ook als houvast. Nou, op. Die liggen super op elkaar nu. Dat is 1. En dan ga je dus naar die andere kant, waar die rimpel dus ook mooi op elkaar moet zitten. En zo meteen ga je dus heel netjes, en dat zie je nu extra goed nu je het op elkaar spelt, ga je dus heel netjes tussen die rimpeldraden instikken. Dus die rimpeldraden laat je gewoon nog even zitten. Dat maakt allemaal niks uit. Zorg dat die knipjes van die middenvoor weer goed op elkaar komen. Het kan zomaar zijn dat je nog iets verder door moet rimpelen aan één kant. Maar dan doe je dat natuurlijk gewoon even. Kijk. Zo. Het kan zijn dat je gewoon net even wat extra's nodig heeft. Nou, dit ligt in ieder geval al heel netjes op elkaar. Ik heb nu... Marlies, jij hebt het over het onderpandje nog, hè? Daarbij leg je dus gewoon de panden op elkaar. Dus je legt gewoon de verkeerde kant van pand 2, leg je op de goede kant van pand 3. Ik denk dat ik het dan duidelijk heb gezegd. Nou, we hebben dus dit stukje al gespeld en ik denk altijd laten we gewoon zoveel mogelijk spelden, want dan kan het maar klaar zijn. En wat mij betreft kunnen we gelijk het hoekje omspelden. Zometeen gaan we wel een knipje moeten geven. Maar je spelt dus die naad, je ziet het knipje. Ik zal het even nog goed leggen. Er zit een knipje, die spelt je dus. Op elkaar. Twee knipjes. En dan ga je dus ook alvast bij die andere kant doen. Het voelt een beetje raar hoe je dit nu spelt. Maar aan de hand van die knipjes kun je wel echt de dingen goed krijgen. Ik weet niet waarom dit nu niet op elkaar zit. Ik denk dat ik hem iets te ver heb gedaan. Ja. Als je die randen dus helemaal hebt gespeld, kun je lekker gaan stikken. Hier ben ik.
even nu gespeld. Maar dan hebben we ook wat. Nou. Vergeet dan vooral niet om je machine weer terug te zetten naar waar die op stond. Dus misschien wel een normale aan- en afhechten. Flauwe zigzag. We hebben natuurlijk al eventjes niks meer echt gestikt. Nou, dan gaan we weer op een centimetertje, want daar hebben we natuurlijk maar een centimeter naad gegeven. Ik probeer ook echt tussen die rimpeldraden te stikken. Dat is uiteindelijk wel het mooiste. Want die zijn namelijk het gelijkmatigst verdeeld. Speld mee gestikt. Nou, nog een speld. En nu heb ik dus een voorpand met ontzettend veel draadjes en rimpeltjes. Maar die gaan dan zo meteen natuurlijk allemaal netjes uitgehaald worden. Dat laat ik je vanavond allemaal op je gemakje doen. Trek alvast het meest zichtbare eruit. Maar ik ga nooit alles voor elkaar krijgen. Maar goed, het voorpand is er weer netjes ingestikt. Zoals je ziet. Nou, we hebben nu dus gelijk een zijnaad gecreëerd. We hebben hier een armschat. Dus laten we gewoon maar dat achterpand gaan stikken. Nou, we hadden dus al iets aan dat achterpand gedaan. Namelijk, we hadden dat naadband hadden we er al opgestreken. Nou, we gaan nu dus dat achterpand met de goede kanten op elkaar. Oh, sorry. Jullie zien mij helemaal niet. We gaan dus nu de achterpanden met de goede kanten op elkaar stikken. En dan natuurlijk de middenachternaad. Zo. Dus geef die hele middenachternaad een goed speldje. Dommelies. Nou, ik ga het je wel even laten zien. Ik vind het wel belangrijk. Want misschien dat iemand anders thuis ook zoiets heeft van, wat zeg je nou allemaal weer? Eigenlijk het doel natuurlijk, kijk, dit komt hier aan. Gaat het goed? Zo.
En hier wordt een stukje gerimpeld. En dit wordt dus die middenvoer. Dus, oh nee, ik zeg het zo. Dit is hoe die uiteindelijk gaat. Dit patroondeel, dat past precies hier tegenaan. Zie je het? Dit past precies hier tegenaan. Dus dit wordt aan elkaar gestikt. Nou, dat hebben we net gedaan. Dit wordt allebei helemaal gerimpeld. En dat geldt zo ook voor dat grotere pand. En dat wordt dan ingerimpeld naar 7,5 centimeter. Waardoor die middenvoor dus gerimpeld is. En dit zit straks aan elkaar gestikt. Dus zo heb je gelijk die koep ook verwerkt. Ja, middenachternaadje even spelden. Zorg ook dat al die knipjes netjes op elkaar aansluiten. De goede kanten liggen dus op elkaar, nogmaals. Kijk goed of je ook echt de middenachternaad op elkaar spelt. Het is natuurlijk alweer avond, dus je weet maar nooit. Misschien dat je per ongeluk denkt, nu de zijnaad op elkaar spelt. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Nou, die geven we dus nu een zigzag, een flauwe zigzagsteek. Dus weer terug naar die machine. Oh, daar zit ze weer. Weinig onderdraad, zegt hij. Nou, laten we op voorhand er maar even iets anders in steken. Een ander kleurtje wat goed opvalt. Dat wordt groen. Thank you.
is gestikt. Leg ze eventjes af. Daarna. Gaan we even openlaar leggen. Zo. Ik ga even de schoudernaden dus op elkaar stikken. Dat moet eventjes kijken. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn. Leg gewoon de panden op elkaar. En je ziet al een vorm van een schoudernaad hierin. Maar aaneensluitend kunnen we al gelijk, als we ons naald in de stof laten staan, omdat het een rekbare stof is, kunnen we gelijk dat achterhalsje ook stikken. Kijk eventjes voorkant. Nou. Zo. En dan kunnen we natuurlijk, nou laten we even wachten met het achterhalsje trouwens. We knippen dat zo netjes in. We kunnen wel alvast allebei die schoudernaden dan stikken. Dan knippen we zo meteen tegelijkertijd die hoekjes in, waardoor we in één keer de achterhals kunnen stikken. Zo, die netjes op elkaar. Kijk, en dan stikken we hem dus van daar tot het randje. Nou, we zijn alweer bijna 2 uur bezig. Maar we natuurlijk eventjes een stukje oponthoud. Niet dat je echt maar tot dat puntje zeg maar stikt. Recht halen af. En dan stik je vanaf het andere puntje de andere zijnaad. Of het schoudernaad, sorry. En aan het einde natuurlijk eventjes afhechten. Zo. Nou, het ziet er een beetje als een weerwar uit. Maar het komt goed. We hebben nu dus die schoudernaden gestikt. En wat we nu gaan doen is we gaan een stukje inknippen. En we knippen dit simpelweg in, zodat we het bochtje mooi kunnen maken. We knippen het in tot een paar millimeter voor het stiksel. Kijk heel goed uit. Je kunt natuurlijk maar één keer knippen. Dus kijk echt goed uit dat je niet te ver doorknipt.
Nou, wanneer je hebt geknipt, ga je merken dat je die bocht veel beter kunt maken. En dan kun je dus naadjes openleggen. En dan kun je heel mooi... Wat ik altijd doe is over mijn vinger. Dus het beleggedeelte, in dit geval het kraagje, maak de buitenbocht. Kijk goed naar mijn vingers. En het andere pand, dus het achterpand in dit geval, maakt de binnenbocht. Zo kun je heel mooi ruimte inwerken. Leg het gewoon maar over je vinger heen. Beter te veel dan te weinig speldjes. Het zegt er namelijk over dat je de ruimte goed hebt verdeeld. Pas op dat je je stof niet te veel uittrekt. Wanneer je een rekbare stof hebt, laat het echt over je vingers heen glijden om het bochtje te maken. Zo. En nu stik je dus weer van puntje naar puntje. Zo. Nou, kraagje is hier ook in ieder geval weer netjes gestikt. Ik heb ontzettend veel draden aan de binnenkant zitten. Je kan het een en ander alvast afknippen. Ik ga weer even naar de tafel. Neem ik jullie mee. Dat ze dan heel netjes in verwerkt. Ik heb nu natuurlijk gebruik gemaakt van een hele dunne stof. Hoe steviger. Hoe mooi. Oh. Oh. Ik hoop dat ik dit wel goed heb gedaan. Nou, het gaat lekker hier... aan mijn kant. Ik denk dat ik het heb verdraaid. Dit is toch ongelooflijk. Ah, nee, gelukkig. Dit zit goed. Oh, ik was al bang. Ik dacht, dit ga je toch niet menen. Maar het zit helemaal goed. Be happy. Nou, je hebt nu als het ware een schortje. En heel veel draden. Ik zal alvast wel een en ander afknippen. De volgende stap wat we nu gaan doen. We hebben natuurlijk die halsnaden al gedaan. En we gaan nu dus de zijnaden van de panden met de panden van de rok op elkaar stikken. De zijnaden speld je dus gewoon en het spreekt helemaal voor zich. Die ritje op elkaar.
Kijken of alle knipjes weer op elkaar aansluiten die je overal hebt gegeven. De onderkant op elkaar. Nou, ik ben er helemaal stil van. Het geluid is niet kapot, maar ik ben gewoon stil. Dat is één rits, die ga ik alvast even stikken. Mijn krukje. Ja. Ik stik hem weer op die flauwe zigzagsteek. Speldoosje op z'n thee. Oh, op de grond. Zo, dat is één. Oh, we zijn er maar met 56 over. De rest had het over het ook allemaal wel gezien. Dan hebben we de andere kant. Dan hadden we natuurlijk al iets omgezoomd. Dus tot dat E-punt eigenlijk, dus dat punt waar alles bij elkaar komt. Sticker, ik ga het even checken hoor, met spelden, want ik moet natuurlijk niet dat het fout gaat of dat jullie het fout doen, door mij.
Nou, ik ga eerst dus even dat bovenste stukje op elkaar stikken. Want we hebben natuurlijk onder dat splitje. Nu vraag ik me dus af hoe dat eruit gaat zien. Dus dan kunnen we altijd beter zeggen, we doen het even in etappes. Zodat we zeker weten dat het eindresultaat is wat we willen. Dus vanaf dat splitje ga ik hem nu stikken. Dus ik stik nu 3 lagen op elkaar. 1, 2. Maten. Beide ene zijn het. Nou, dan doe ik hem eventjes binnenste buiten, bewust, om te kijken wat gebeurt er, hoe ziet het eruit, wat wil ik anders. Let natuurlijk even niet om alle draadjes die overal nergens zitten. Dit heb ik niet netjes. De koek zit erin verwerkt. Top. Oh, bijna. Deze naad zit er netjes in. En nu zie ik wat we moeten doen. We moeten dus die naad helemaal doorstikken. En nu zul je denken, waarom hebben wij daar een splitje in gemaakt? Nou, dat ga ik je zo meteen helemaal zien. Want om makkelijk te kunnen lopen, heb je namelijk echt dat splitje nodig. Dat moet open zijn aan de binnenkant voor de bewegingsvrijheid. Dus dat stikken we nu ook nog even. En wat ik nu bewust heb gedaan, is ik heb heel die naad, dat laat ik echt helemaal even buiten. Zodat dat echt makkelijk gestikt kan worden. Dus nu stik je maar 2 lagen van diezelfde naad. Oh, ik moet even kijken of jullie hier vragen hebben, want ik zit zo helemaal in mijn element. Nou, dan snap ik heel goed dat je even achter loopt. Ik ga het nog een keer laten zien. Sorry, ik had net... Je hebt hier natuurlijk dat pand, die overslag. Zo. Dit is je voorpand. Rechts. Over links. Hier die rimpels en die taaien. Heb je hier 1 zijnaad. En dit is eigenlijk de overslag. Dus die zit nu hier vast. Die hebben we net vastgestikt, dit stukje. En nu gaan we dus de andere zijnaad vaststikken. Dat is deze naad. Die heb ik dus al gespeld. En dat is dus vanaf dat splitje dat je hem vaststikt. En je stikt hem pas vanaf dat splitje vast, zodat je echt een overslag krijgt. En wanneer je loopt, kun je dit dus open. Oh god.
Ik had geklikt, maar niet goed genoeg. We gaan opnieuw. Nou, ik denk dat ik het nog 3 keer kan kopiëren of open knippen. Hier zijn we. Het duurt nog even hoor. Als jullie het zeggen, dan kijk ik en dan denk ik, oh ja, wisselen. Maar dan moet hier nog even. Hier hebben we dus de overslag rechts over links. Hier hebben we die zijnaad net gestikt. Dat is die naad met 2 panden. Dan hebben we hier dus echt die ruimte nodig. Dus vandaar dat we al 1 rand hebben moeten afwerken. Want wanneer je loopt, moet dit dus echt open en dicht kunnen. Zo ziet het er... Jullie zien zo wel iets, denk ik. Dus het moet echt open en dicht kunnen voor die bewegingsvrijheid. En daarom is het belangrijk dat we net dat eerste stukje wel hebben gestikt tot dat splitje. En vanaf dat splitje, want we hebben natuurlijk ook al die rand helemaal netjes afgewerkt, gaan we nu dus die 2 panden op elkaar spelden. Dus nu gaan we vanaf het splitje tot hier stikken. Nou, hè? Eind goed, al goed. Nou, ik ben niet zozeer moe. Ik heb ontzettend veel hoofdpijn. Dus ik denk dat dat misschien is waarom het allemaal niet zo vloeiend gaat vandaag. Dus vanaf het splitje zet de naad er alvast in. Nou, als je draad halverwege op is, dan kan ik je altijd adviseren om even een stukje extra te pakken. Dus als het een draad is die je doorstikt, zal ik de boven- en de onderdraad iets langer houden. En wanneer je met je nieuwe draad begint, zou ik niet aan- en afhechten. En op het moment dat je dus niet aan- en afhecht, kun je dus die touwtjes, dus die bovendraden bij elkaar pakken en kun je knopen. En eigenlijk is een knoopje het mooiste, want dan zie je dus geen verschil in diktes. En dan ziet het er eigenlijk gewoon het beste uit. Dus dat is een tipje. Ja, en weet je hoe dat komt? Dat ik, ik werd dus vanmorgen wakker van de wekker van mijn vriend. En ik zei, joh, wie zet er nou in het weekend zijn wekker? Doe even normaal. Maar ik was er zo van overtuigd dat het gewoon zaterdag was. Ik wist het gewoon echt, echt zeker. Ik dacht, oh, weekend, heerlijk. Het was alles echt... Ik had gedroomd alsof het weekend was. Ik had... Nou ja, je bent wakker. Ik dacht gewoon, dit is het. Het is weekend. Het is zaterdag. Nou, en hij zei, maar wat zeg jij nu weer? Nou ja, weet je. Toen was ik snel uit mijn droom, want het was gewoon woensdag. Dus, nou ja, weet je. Dan heb je al een sleep begin van de dag. Maar dat hebben we allemaal wel eens. Dus daar is helemaal niks geks aan. En, je moet maar zo denken, als het vandaag even tegen zit, dan is morgen weer een nieuwe dag. Even kijken. Ja, Suzanne. Ja, die zonde. Ik hoop echt dat die het snel weer even... Nou ja, weet je, die Benina, het is gewoon een topmachine. Maar ja, ik heb gewoon de pech dat die gewoon vandaag even niet wil. Dus ja...
dan is het soms beter, en dat is ook mijn advies, dat is hetzelfde als dat er iets fout gaat tijdens het naaien. Dan is het beter om het even weg te leggen en ook niet te gaan proberen, maar even parkeren. En dan zo meteen zien we wel weer verder. En dat moet ik op zo'n moment ook doen. Want anders gaat het er niet veel beter voor worden. Dus we hebben hem even geparkeerd. En voordat je het weet, is hij er weer. Oké, nou, we hebben het overslagje. Eigenlijk zit de basis van de jurk zit nu allemaal in. Jullie zien allemaal niet. Het is één groot fotje. Ik doe even mijn vriendin. Zet ik wel even weg. Kom maar aan, ik wil het er even opzetten, zodat jullie alles goed zien wat er nu gebeurd is. Nou, gebeurd is. Waar we zijn. Iets anders van de pop afgooien. Kijk, daar zijn we. Ik wil gewoon even tussendoor laten zien, want ik ga daarna namelijk met die mouwtjes verder. En dan is het alleen nog maar een kwestie van zomer. Ik denk dat mijn pop iets kleiner staat dan de maat die ik heb uitgekozen. Ja, hij staat iets kleiner. Dus ik moet het eventjes een beetje faken aan jullie. Zodat hij... En je kunt natuurlijk, dat wou ik ook nog even laten zien. Ik zie jullie niet goed. Kijk, ik heb een... Ik hou nooit zo van een hele diepe décolleté. En nu moet ik zeggen, het grote voordeel van dit model is dat hij echt wel heel erg dicht valt. Hij valt niet super laag. Hij valt echt wel op een mooie gepaste hoogte dicht. En ja, taille heb ik hier op 62 staan. Ik snap wel dat dat niet... niet heel realistisch is voor de maat die ik hierbij heb uitgekozen. Kijk, zo zit hij. Maar je ziet dus echt wel dat hij hoog valt. En anders kun je hem altijd even met een steekje vastzetten. Dus dat wilde ik alvast laten zien. Ik ga nu gewoon verder met de mouw. Maar dan staat ze alvast maar even te shine, hè, mijn vriendin hier zo. Zo. Belangrijk bij de mouw, we gaan gewoon in Speedy Gonzales door. Twee knipjes bij de achtermouw, één knipje bij de shoulder point. Oh, sorry, shoulder point. Doe ik even een V'tje uitknippen. Want shoulder point is namelijk niet de recht van draadlijn. Shoulder point zit vaak wat verder naar voren. De voorkant van de mouw is eigenlijk altijd... korter. Deze afstand is korter dan deze. Nou, we gaan hem dubbel vouwen. En we gaan hem stikken. En hier de truc om niet twee dezelfde mouw te gaan doen. Stikken. Dit is de goede kant. Dus die ga ik eerst omvouwen. Dan pak ik hem altijd bij de kop. Til ik hem op. Zo. En nu weet ik gelijk dat ik altijd een linker en een rechtermouw stik. Als ik hem dus ook zo speelt.
Maar luidjes, de Knip Academy. Ik ben benieuwd, wie hebben er allemaal een cursus al gekocht? En wat vind je ervan? En hebben jullie nog tips en tricks? Zijn nou nu eigenlijk heel druk bezig met nog een broek voor kids, heren en vrouwen. Dus een hele super toffe elastiek broek. Ja, ik vind hem echt helemaal super. Daar zijn we nu heel druk mee bezig. Om die erop te zetten. Dus ik verwacht dat dat volgende week of die week daarop sowieso live zal zijn. En anders kun je dat altijd even volgen op clipacademy.nl. Of gewoon op onze Instagram kun je volgen. Wanneer er een nieuwe cursus is, zetten we het daar ook altijd op. En tussendoor natuurlijk nog wat leuke kiekjes. Nou, hopzatee. Naadjes kunnen we mooi gaan stikken op een centimeter met een flauwe zigzag. Een schaartje uitstaan. Nou, die zetten we weer aan. Jezus, wat werk eigenlijk, hè? Oh, nou. We hebben in ieder geval veel meters gemaakt, want dit is al bijna mijn tweede spoeltje in ieder geval. Zo. Nou, nu ga ik mijn vriendin weer uitkleden. Want we gaan het mouwtje erin stikken. De mouwtjes. Een tip. Ik heb hem eigenlijk al meerdere keren gegeven, maar ik blijf hem gewoon herhalen. Leg altijd voordat je mouwen erin stikt, altijd je pand gewoon helemaal goed naar boven. Dus hier heb ik één armschat en hier heb ik het andere armschat. Zo. Schade op, dan valt hij niet. Ik kan even kijken of ik mijn beeld om kan gooien. Ja, maakt niet uit. Even op z'n kop kijken. Dan heb je de mouw. En we hebben natuurlijk twee knipjes bij de achterkant en één knipje bij de voorkant. Nou, kunnen we heel simpel kijken. Eén knipje, de voorkant ligt boven. Deze mouw moet zo. En logischerwijs moet de andere mouw dan aan de andere kant. Nou, dat hebben we dan nu al weggelegd. Maar het moet nu natuurlijk ook goed blijven staan. Of goed blijven liggen. Dus we gaan dan eerst eventjes die okselnaad, het okselpunt, op elkaar leggen. Met de goede kanten op elkaar, vergeet dat niet. En wat je dan gaat merken, is dat wanneer je naar boven gaat, dat die knipjes die je bij je achterpand hebt gegeven, en die knipjes die je bij de voorpand hebt gegeven, ook weer precies op elkaar aansluiten. Dat is ook belangrijk, want dat is namelijk je VMI.
en je AMI. En daartussen moet het altijd exact op elkaar aanpassen, aansluiten. Op het moment dat je dus een grotere mouwkop hebt, dan ga je dus pas vanaf die punten ook de ruimte aan de bovenkant inleggen. Is nu waarschijnlijk niet van toepassing, maar wel een leuk tipje om te weten. Dus stel je maakt een colbert of iets dergelijks, dan moet dus vanaf dat voor mouwinzetpunt naar dat achtermouwinzetpunt, dus VMI, AMI, volgens mij was dat het. Voor mouwinzetpunt. Nee. Moet dus exact op elkaar aansluiten. Dus daarom speld ik dit nu ook eerst. Het is een wat kleiner armschat. Dus je kan ook zeggen, hey, weet je wat, ik ga dat gewoon even als eerst stikken. En dan zit dat in ieder geval op elkaar. En dan hoe we die ruimte daarboven verdelen, dat zien we dan wel. Laat het er helemaal aan jou over. We hebben natuurlijk dat V'tje geknipt bij de oksel. Of bij de schouderpunt. Dus die zouden we ook al kunnen spelden. Zoals in de werkbeschrijving staat, kun je dit belegje gewoon zo los laten hangen. Dat is eigenlijk wat ze ook zeggen. Tenminste, dat is hoe het is gemaakt. Ik had net al iets gezegd over je vingers heen spelden. Nou, dat kun je dus in dit geval ook doen. Maar zorg dan wel dat je naar de mouw kijkt. Dus de binnenbocht, dus de onderkant, zijn je panden. En de bovenkant, dus de bolling die je maakt, moet je mouw zijn. Want je mouw is namelijk altijd groter dan je armschat. Dus vandaar dat wanneer je een mouw erin wil spelden, ook altijd naar je mouw eigenlijk moet kijken. Zo. Nou, die ga ik alvast stikken. En die andere ga ik zo eventjes de verwarming uitzetten. Want het is hier ook alweer subtropisch. Met een mouw instikken. We hebben natuurlijk altijd een machine met een arm. Oh. Zorg dan ook als je de mouw instikt dat die arm er even af is. Dat werkt gewoon net wat makkelijker. En wat ik altijd persoonlijk makkelijker vind, en de een vindt het wel en de ander niet, is dat ik de ruimste kant aan de onderkant toe. Dus ik stik als het ware op mijn pand en niet op mijn. Ik moet goed zeggen, ik stik op mijn pand en niet op mijn mouw. Thank you.
Nou, inzet kun je altijd gelijk natuurlijk met een grote steek doen. Maar je kunt er ook voor kiezen om eerst een wat grotere... Je kan met mouw gelijk met een kleinere steek inzetten. Maar je kunt er ook voor kiezen om eerst even wat grotere steken te gebruiken. Zodat je zeker weet dat hij er netjes zonder rimpeltjes in komt te zitten. Kijk, nu werken we natuurlijk met een rekbare stof. Dus het is wat makkelijker om af en toe gewoon even een trekje eraan te geven. Om het allemaal netjes te laten passen. Maar ik kan me voorstellen dat je ook zoiets kan hebben van... rustig aan. We gaan hem met een grote steek doen. En we stikken hem daarna met een kleinere steek nog een keertje opnieuw erin. Ja, dat is één mouw die erin zit. En die andere ga ik er dan ook gelijk inspelden. Zo. Nou, Suzanne, dankjewel voor dat je erbij was. Hele fijne avond nog. Ik wou dat ik ook al zeggen kan afhaken. Het is voor 10 uur. Oh, het is weer een lange zit vandaag. En dan ga ik gewoon de andere mouw er ook in gooien. Zo. Nou Karin, morgen weer een nieuwe dag. Rustig aan terugkijken. En ik moet ook zeggen, ik ga nu ook echt, ik ben er flink gas op aan het geven. Omdat ik ook denk, oh nee. Maar ik hoop dat morgen ook alles nog duidelijk is. En anders, wanneer je nog vragen hebt, morgen kun je hem altijd stellen natuurlijk onder het filmpje. En dan probeer ik, of ik krijg wel een seintje van een collega, proberen we even antwoord te geven op de vraag die je hebt. Dat wilde ik nog even zeggen. Geldt voor iedereen overigens, niet alleen voor Karen. Nou, mouwtjes zitten in, helemaal top. Je ziet hier ook mooi dat hij aan de achterkant iets meer ruimte heeft dan aan de voorkant. En het enige... Oh, zit ik weer aan die camera te shorren. Het enige wat we nu nog moeten doen is zomen.
Nou ja, ik ga het niet voor alles doen. Ik ga het in ieder geval wel even voor het mouwtje laten zien. Want in principe wat voor de mouw geldt, geldt dus ook voor de onderrand van de banden. Want die kun je natuurlijk gewoon helemaal van de ene kant zo ruts, ruts. Hoppa, zo. Hop, hier is hij. Naar de andere kant doen. En ja, die mouwen voor de rest hebben we alles afgewerkt. Wanneer je een dubbelstiksel stikt, dan stik je eigenlijk idealiter op de goede kant. Ik heb bij de mouw in mijn geval 2 centimeter aangeknipt. Dus ik sla hem om op 2 centimeter. En ik geef hem een speldje. Vergeet dan niet als je... Kijk, we hebben natuurlijk een smal mouwtje. Het is een model waarbij je wel rek nodig hebt in die onderrand van die mouw. Dus wanneer je gaat stikken... Kijk, heb je nou een tweelingnaald, dan zit er automatisch wat rek in. Of een coverlock. Maar ga je nu stikken met een gewone machine 2 keer naast elkaar. Zorg dan dat je hem wat uitgerekter gaat stikken. Nou, dat zal ik even voordoen. Dat geldt dus alleen maar voor die mouw en dat hoeft dus niet bij die onderrand. Zet wel even je machine gewoon weer op een rechtstiksel. Kijk, ik klem hem hier nu al om, dus hij is automatisch al uitgerekt. Moeten 2 stiksels worden... Eentje op 1,5 en eentje op 2 dan. Ik hoop dat hij hem haalt. Zie jij, ik stik hem al uitgerekt op elkaar. Ik heb een wat grotere steeklengte nu gebruikt. Ik gebruik 4. En dit doe ik natuurlijk bewust. Omdat ik hem uitgerekter aanstik. Dus op het moment... Dat hij weer terugveert. Zie je niet mij nog? Ja, als hij weer terugveert, is het stiksel ook gelijk wat kleiner. Dat is de eerste en dan ga ik nu even daarnaast de tweede zetten. Dan hebben jullie hem goed. Referentie. Het gaat, nou ja, het is niet normaal joh, alles gaat niet een keer. Oh nee, ik zie al wat er is gebeurd net. Ik had natuurlijk die camera wat hoger gezet. En door die trilling hier helemaal van de machine, gaat dus heel die, dat statief naar beneden. Ik ga het even laten zien op de camera. Ik doe hem wel weer even naar beneden. Jullie zien dat niet, maar... Oh. Gaat het helemaal niet goed hier. Nou ja, hè, het moet een close-upje dan, denk ik maar. We hebben hier het zoompje. Kijk, en hij heeft nu nog steeds ook gewoon die rek. Nou, ik ga mijn vriendin aankleden. Want het is tijd. Ik denk dat jullie met al deze tips en tricks... Oh, ik zal even de camera omhoog zetten. Ik denk dat jullie met al die tips en tricks al een heel eind komen. En anders zeg ik het nog een keer nu. Jullie zullen wel denken, hè? Wat is ze nou weer aan het doen? Ik denk dat jullie het nu wel zien. Maar mochten jullie nou ergens niks van begrijpen, naar de wand, dan is het duidelijk. De volgende les,
Moet ik even goed zeggen? Moet ik spieken? Want ik heb die moeten verzetten, want ik ga namelijk met vakantie. En ik had natuurlijk weer precies in mijn vakantie die les gepland. Is natuurlijk niet de eerste keer. We hebben de 23e hebben de live online les. Ik heb het helemaal niet aangepast in mijn agenda. De 23e. En dan gaan we een ander model. Ja. Oh Maria. Ja, morgen is donderdag. Oh. Ja, dit heb ik dus zelden, hè? Dat ik zo abuis wakker word. Het is toch echt. Ik denk dat het de eerste keer is. Ik ben altijd wel iemand die heel erg zin in de dag heeft. Weet je, ik word gewoon wakker. Meestal tussen 5 uur en 6 uur. En nou weet je, dan is de dag gewoon begonnen. En dan denk ik, nou, let's go. Vandaag weer een nieuwe dag. En gaat eigenlijk heel goed. Maar vanmorgen ging het gewoon echt niet goed. En dan zit je al gelijk de hele dag in dat je denkt van, nou, er klopt iets niet. Maar dat is niet erg. Morgen is donderdag. En dan, voordat je het weet, is het vrijdag. En helemaal 3 keer knipperen. En dan is het dan weer zaterdag. Of ik weet wat het wordt. Ik zou het moeten weten. Ik heb het ook ooit wel eens erover gehad. Maar dat is al zo lang geleden. Wij plannen dat namelijk altijd een jaar vooruit ongeveer. En dan weet ik nooit zo goed meer natuurlijk wanneer wat is afgesproken. Dus ik durf het niet te zeggen. Hou vooral de website in de gaten, zou ik zeggen. En dan. Nou ja, voordat je het weet, staat het er weer op. Probeer het sowieso 2 weken van tevoren online te knallen. Nou, ik vind hem wel. Het is het stofje wat ik heb gebruikt, is eigenlijk gewoon een tricot. Hij is wel heel dun, moet ik eerlijk zeggen, had ik niet verwacht. Ik weet niet of het helemaal goed ziet. Dat lijkt een beetje zwart eigenlijk nu wel op die camera. Ik zit even een beetje zeg, Monique. Oh, super lief allemaal. Dankjewel trouwens. Top wel niet echt lukken moeten. Maar je houdt stof over aan de voorkant. Je houdt dus hier stof over. Nou, wat ik dan jou als tip wil geven, wanneer je stof overhoudt, wat je dan het beste kunt doen, is eventjes dit stukje loshalen, die middenvoor, wat allemaal gerimpeld is. Dan stik je dus die zijnaden, die stik je wel. Dus dit stikje gewoon. En deze naad. En wanneer je die naden dus gestikt hebt, kun je als het ware dit moeleren. Zorg wel even dat je het hier vast hebt gemaakt en hier. Maar dan kun je dus dit draperen. En dan kan het zomaar zijn als je hier wat openvalt, dat je hem net even wat strakker moet maken. En dat is nou het mooie aan dat je dat gewoon even op de. Je moet daar echt even dat voor aan hebben. En in principe. Nu kan dat ook goed, want dan heb je de mouwen erin zitten. Je hebt die kraag erin zitten. Die zijnaden heb je erin zitten. Dus dan kun je heel makkelijk dit even loshalen en hier nog een beetje spelen totdat het niet meer rommelt, als het ware. Ja, dat is eigenlijk mijn tip. Ja, waar ik altijd last van heb, even kijken hoor. Nou, Marlies vind ik een goeie over de stoffenlevertijd. Ik ga het even doorgeven aan de collega die alles altijd online zet. En voor, hoe noem je dat? Alles inricht van tevoren. Ik zie morgen iedereen, want ik moet morgen gewoon weer naar Amsterdam. Dus dan ga ik dat eventjes checken. Dat is wel een goeie. Ja, je wil natuurlijk niet dat de stof te laat binnenkomt. Dus. Laten we dat gewoon doen.
Ja, weet je, Monique, dat is altijd. Ja, tenminste, als ik dan. Ik kan alleen maar gebreide kleding aan, want anders zit niks mooi. Dus dan zijn er nog maar twee opties: of duct tape, of gewoon alleen maar grote slobbertruien. Nee. Nee, daarom is zelfmaakmode ook zo leuk. En je moet eigenlijk, wat ik altijd doe, dat is nog een tipje voordat ik af ga sluiten. Wat wil ik zeggen? Oh ja, voordat ik af ga sluiten. Op. Oh, nu zit ik weer heel laag. Maakt niet uit. Vaak moet je eigenlijk wel een proefmodelletje maken met dit soort jurken. Kijk, je kan altijd gebruik maken van de rekbare stof, waardoor je sowieso wat meer speling hebt, ongeacht wat voor lichaam je hebt. Maar wat je vaak ziet, is dat er toch bepaalde aanpassingen nodig zijn. Het is ook heel erg afhankelijk, want buiten het feit natuurlijk dat je gewoon een grotere bovenwijdte dan hebt. Heb je ook nog eens het geval dat die vaak lager zit? Dus wil je echt een goed patroon aanpassen, dan heb je eigenlijk al die volledige basis nodig, waarbij alles helemaal zeg maar ingetekend is. Dus waarbij je helemaal ziet hoe je armschat ingetekend is, dat kruisje zeg maar wat je hier dan vervolgens hebt. Want de eerste lijnen die je opstelt als je from scratch gaat patroon tekenen, is natuurlijk je bovenwijdte, je taillewijdte, je heupwijdte. En op het moment dat jouw bovenwijdte dus al hoger of lager had moeten zijn, in dit geval lager, omdat je grotere borsten hebt, zijn dus al die calculaties die gebaseerd zijn op die bovenwijdte. En dat gaat echt heel ver, hè? Dat gaat echt tot aan hoe hoog je nek zit. Het gaat alles, je arm, je arm, je schouderhoogte, bla bla. Nou, noem maar op. Je voorlengte, alles wordt gecalculeerd met die bovenwijdte. Dus het is heel lastig om echt een goede aanpassing te doen in je patroon. Dus het is ook volledig afhankelijk van jouw lichaam. Het makkelijkste is dus gewoon een proefmodel maken en gewoon lekker je patronen misschien niet één keer overnemen, maar twee keer. En dan gewoon gaan tekenen. En net zolang dingetjes bijsnijden, noem maar op. Of dingetjes vergelijken met het basispatroon van je eigen maat. Totdat je uiteindelijk precies overeenkomt met wat je wil. En geloof mij, ik heb tot in den treuren ben ik bezig geweest met full bust adjustments. En het is heel lastig. En ieder lichaam is anders. Er zijn meerdere wegen naar Rome. En ja, dat wou ik nog even zeggen. Nu zag ik net nog dat misschien de jurk niet leuk was voor kleine personen. Maar dat is nou het mooie aan dat je zomer als laatst doet. Hop, gewoon die zoom een stuk korter maken. Wat een verhaal, hè? Nou, zullen we een eind aan breien? Het is 10:15. Ik vind het goed. Ik ga vragen of de volgende les iets eerder online mag met wat we gaan doen. En wanneer weten jullie nu al? En ik hoop dat mijn vriendin weer vriendinnetjes wil zijn. Dat is dus de Bernina-machine. Heel vervelend dat het nu even. Ik had zoveel leuke dingetjes die ik jullie met deze machine ook wilde laten zien. Dus jammer dat hij even storing had, maar dat maakt niet uit. Volgende keer beter. En bedankt allemaal dat jullie vanavond wilden kijken. Dus tot over een maandje. Doei! Dankjewel, Monique. Ja, weer een heel verhaal. Oh, nou hè. Lekker oogjes toe en morgen weer een nieuwe dag. Fijne avond allemaal nog.